Goedendag en welkom bij het COVID-19 journaal van vandaag donderdag 27 mei. Vandaag in het journaal. Schrikbarende toename aantal besmettingen en doden. Suriname in onderhandeling over vaccins uit China en Rusland. Protocollen dienen nageleefd te worden. En clusterinspectie wordt opgevoerd. Ruim 300.000 overlijdens in India. De cijfers op het dashboard de afgelopen 24 uur zijn enorm gestegen. 7 doden en 225 nieuwe besmettingen zijn het afgelopen etmaal geregistreerd in het Academisch Ziekenhuis. In AZ Paramaribo zijn 4 patiënten overleden. In het Sint-Vincentius Ziekenhuis 1, Diakonessenhuis en in 's Lands Hospitaal heeft ook een persoon het leven gelaten. Het aantal doden in mei is gestegen naar 64. In totaal zijn dat 268 doden te betreuren in Suriname door COVID-19. Van de 536 swabs die afgenomen zijn, blijken 311 negatief te zijn. 225 positieve is 41,9%. In Paramaribo en Wanica vinden nog steeds de meeste besmettingen plaats. Op de verschillende intensive care units van ziekenhuizen zijn 35 zieken in behandeling. In de zorginstellingen zijn 243 patiënten opgenomen. 1026 geïnfecteerd zijn in isolatie. Momenteel zijn er verschillende vaccins die de wereld ingebracht zijn, die reeds goedgekeurd zijn door de officiële gezondheidsinstanties als de WHO, de PAHO. In ons land maken we vooralsnog gebruik van het AstraZeneca-vaccin dat in India is ontwikkeld. Onze gezondheidsautoriteiten die hebben ondertussen ook het vaccin uit Rusland besteld, als ook Sinopharm uit China. U zult alvorens zich te laten vaccineren wellicht afvragen welke verschillen er zijn tussen deze vaccins. Dr. Vrede legt dit glashelder uit. Nou, Sputnik wel, maar dat Sinopharm is een geheel ander vaccin. Sinopharm is een, ik zou het bijna noemen, een klassiek vaccin. Mm-hmm. Want zoals u weet, de oudste vaccins die gemaakt zijn, dat is eigenlijk het vaccin tegen pokken. Mm-hmm. Dat is al honderden jaren geleden. Dat bestond eigenlijk uit een verzwakt vaccin. En Sinopharm is eigenlijk ook een verzwakt of zelfs geïnactiveerd vaccin. Dus het is het echte virus dat wordt ingespoten. Dat zodanig verzwakt is dat het geen COVID kan veroorzaken. Maar het heeft wel zijn de eigenschappen dat het je immuunsysteem kan activeren. Die eigenschappen heeft het behouden. Dus het is een heel ander soort vaccin dat vooralsnog niet gecombineerd zal kunnen worden met bijvoorbeeld AstraZeneca. Want AstraZeneca is een heel ander type vaccin. Dus, vooralsnog zijn er geen studies die laten zien dat je deze twee vaccins kunt combineren. Dus als je voor de eerste keer een AstraZeneca hebt genomen, dan moet je tweede spuit ook AstraZeneca zijn. Het kan niet Sinopharm zijn. Okay. En als je Sinopharm neemt straks, dan zal je tweede prik ook Sinopharm moeten zijn. Veel brancheorganisaties hebben de richtlijnen zoals die zijn vastgesteld door het ministerie van Volksgezondheid vertaald naar de dagelijkse praktijk van hun sector in concrete plannen voor op de werkvloer. Een protocol gaat namelijk over veilig werken binnen een bedrijf of organisatie. In zo'n protocol staan afspraken vermeld over onder meer afstand houden, hygiëne, beschermingsmiddelen en druk op de publieke ruimte. Van Genderen doet een dringend beroep op de samenleving zich te houden aan de COVID-19 protocollen zoals die door het ministerie van Volksgezondheid zijn vastgesteld. Deze zijn echt niet om u aan onaangenaam te zijn. Nou, ik wil alleen de samenleving op het hart drukken dat ze zich moeten houden aan de maatregelen en dat zij ook beseffen dat de situatie echt nu heel, heel ernstig is en zorgwekkend. Wij doen er als ziekenhuis en als zeggen de verantwoordelijke van de gezondheidszorg, doen we er alles aan om deze situatie te beheersen. Maar we kunnen dat niet zonder medewerking van de samenleving. Dus alsjeblieft, als u besmet bent, blijft u alsjeblieft thuis. Houd afstand van anderen. Het is alleen om uzelf en uw geliefde te beschermen. De directeur van Volksgezondheid laat in een korte presentatie nog eens zien wat bedoeld wordt met het percentage van het aantal positieven.
Wanneer je kijkt op de dashboard, dan zie je hoeveel mensen getest zijn. Maar wat je ziet, is hoeveel mensen niet getest zijn en zich gewoon op straat bevinden. We gaan het hebben over de positive percentage. Hier zijn er een aantal mensen met klachten die zijn gaan testen. En daarvan is er één positief, of is er kleiner dan 5% positief. En dat zien we op het dashboard wel, omdat deze mensen getest zijn en er is bekend hoeveel personen positief zijn. Van zoveel testen, zoveel positief, zo'n percentage. Op deze tekening is het kleiner dan 5%. Maar wat wij niet zien is dat op straat, elders in het land, er ook mensen zijn die weliswaar niet in zulke grote getallen, omdat onze percentage positieven van de getesten kleiner dan 5% is, zijn er wel mensen buiten, maar niet zoveel. Die mensen die zijn positief getest, die mensen zijn positief, maar ze zijn niet gaan testen. Dus ze lopen nog vrij rond. Misschien weten ze zelfs niet dat ze geïnfecteerd zijn. En velen die hebben geen tot weinig klachten. Dat ze niet eens denken dat ze om getest te worden. Nu gaan we naar een andere situatie waarbij we een aantal mensen hebben met klachten die zijn gaan testen. En dan krijgen we een percentage rond de 30% bijvoorbeeld. Dat is een heel hoog percentage. En dat geeft aan dat elders in het land, dus ook op straat, dat er veel meer gevallen zijn. Buiten die zonder te weten nog geïnfecteerd zijn met COVID-19 virus, met het virus. Maar ze zijn niet gaan testen. Dus ze lopen rond. Ze zijn niet geïsoleerd. Omdat ze ook misschien zelf niet zoveel klachten hebben. Ze hebben ook niet gedacht aan een test. Maar het feit dat het land mensen heeft getest met klachten. En van daaruit heb je een percentage rond de 20% of 30% die positief is. Dan wil dat zeggen dat er buiten nog zoveel mensen rondlopen die geïnfecteerd zijn. Dat is gewoon een gegeven, is een epidemiologisch biostatistisch gegeven. Die mensen die rondlopen op straat, die zie je niet op dashboard. Dus als deze mensen overal bij elkaar komen, dan kan je je voorstellen dat er bij zulke gelegenheden een exponentiële verspreiding gaat plaatsvinden. Dus je hebt bijvoorbeeld mensen die gaan naar de markt. Als de markt te druk is, dan ga je nog meer van deze mensen hebben binnen een kleine ruimte. En als de maatregelen niet in acht genomen worden, dan kan er overdracht plaatsvinden. Misschien is zelfs de persoon die aan de andere kant van de toonbank, je weet niet welke persoon geïnfecteerd is. Dus in zulke gevallen, dus vooral wanneer je bent in dat gedeelte waarbij er een positief percentage is van boven de 5%, boven de 10% vooral, dan moet je weten van, hey, any person kan die geïnfecteerde zijn die niet geïdentificeerd is. En daarom is het belangrijk om zoveel mogelijk omstandigheden te scheppen waarbij de kans op verspreiding verkleind is. En een van ze is goed geventileerde ruimtes, weinig mensen bij elkaar en daarna dan de Mohana. Mohana Plus, want misschien wil je eigenlijk ontsmetten wat ruimte waar mensen met hun handen zijn geweest of met hun kleren, want sommige mensen de Mangonen of zo, de Mafiga Anuna ging bijvoorbeeld naar Krossi. En het virus kan nog enkele dagen gewoon in stand gehouden worden
Dus het virus kan zichzelf niet vermenigvuldigen. Het heeft een levend wezen nodig om te vermenigvuldigen, een levend cel, al is het een bacterie. Maar in dit geval gaat het om COVID-19, daar heeft het menselijke cellen onder andere nodig, toch? Om in leven te blijven. De berichtgeving vanuit het CDS, al zou men zich eerst moeten vaccineren alvorens dispensatie verleend wordt, is volgens assembleelid Ednel inmiddels gecorrigeerd. De overheid verplicht niemand om zich te laten vaccineren. Wat de regering wel doet, is wijzen op de gevolgen wanneer men zich niet laat inenten, zoals het niet kunnen reizen zonder een COVID-vaccinatiekaart. Oké, ik denk dat de regering nu wel hieromtrent een andere aanpak heeft. De minister van Volksgezondheid heeft aangegeven dat dat niet de juiste benadering zou zijn geweest. Dus dat is terug, het is weggehaald uit de berichtgeving en men heeft dat niet meer als een eis. Maar kijk, Suriname kan zeggen van luister nou, we laten je aan de vrije wil over. Maar de wereld gaat nu wel eisen. Net als wanneer je je malaria-prik niet hebt, kan je ook niet overal gaan. Dus straks zal het wel belangrijk zijn dat je met je COVID-19 paspoort bijvoorbeeld alleen kan reizen. Dus wij zeggen in Suriname, we verplichten niemand. Maar als je buiten de grenzen gaat, weet je niet hoe het zal zijn in andere landen. Dus ik ben van mening dat als je als Surinamer vindt dat je deel bent van die wereld, we kennen het begrip wereldburgers, dan is het belangrijk dat we deel zijn van die wereld en ons laten vaccineren. Mevrouw Ednel gaf ook een ernstig signaal richting onverantwoord maatschappelijk gedrag op de mensen die op een al te creatieve manier toch denken de lockdown te ontlopen en naar de districten te trekken om daar in grote getalen hun feesten te houden, doet het assembleelid het beroep zulks na te laten en de gevaren van COVID in te zien. Nou, we al een hele tijd zien we dat die samenleving niet echt nou de regels opvolgt. We zien dat vaak genoeg mensen nog in grote groepen bij elkaar zijn. Wanneer ze horen dat het lockdown is, trekken ze naar de verre districten om gewoon een ding te doen. We merken ook dat feestjes niet meer in Paramaribo worden gehouden, maar in andere districten, zodat ze hun gang kunnen gaan. Ik vind, het is allemaal voor jouw rekening. Toch, als jij zegt en jij vindt dat je je niet aan die regels wil houden, zijn de consequenties voor jou. Maar duidelijk is dat de regering komt met regels. Duidelijk is dat de regering komt met protocollen. En dat al vanaf het begin dat COVID-19 zijn intrede deed in Suriname, om het zo te zeggen, heeft de regering van toen en nu ervoor gezorgd dat ze alles in het werk stellen om die samenleving te beschermen. Belangrijk is dat we werken aan ons gedrag en dat we dat toepassen zodat we anderen niet besmetten en ook anderen beschermen. Tegas Poiti, Jiwan COVID-vrij Suriname. Deze oproep doen zowel assembleelid Patricia Ednel als volksgezondheidsminister Amar Ramadin aan alle Suriname's om de ommekeer te brengen. Houdt u zich nog steeds strak aan de Muhana-maatregels? Oké, Surinamers. Ik roep u op om te gaan vaccineren. Heel erg belangrijk is dat als we willen gaan naar het nieuwe normaal, dan is het belangrijk dat u zich laat vaccineren. Ik zal niet zeggen dat u verplicht bent om het te gaan doen, maar ik wil u wel stimuleren om het te doen. En ik hoop dat u het begrijpt en dat u ervoor zorgt dat u zelf uw omgeving beschermt en verlangt naar het nieuwe normaal. Gaat u vaccineren. Tekas poiti, want dat is belangrijk voor u naar een COVID-vrij Suriname. Ik roep ieder nogmaals op. Check je Mohana. Check je voorzorgsmaatregelen. Ga niet naar feesten. Ga niet naar plekken waar je weet dat er mensen zijn. Met een besmettingspercentage van 50% betekent dat elke 1 op de 2 personen die je tegenkomt potentieel besmet is. En dat is serieus. Overal hebben we besmettingen. Waar je ook gaat hoor je A is besmet, persoon B is besmet. Die werkplek is gesloten. Daar is gesloten. Laten we hopen dat ieder op dit moment beseft dat we die ommekeer moeten brengen. Het klusterteam heeft naast de bevoegdheid om bestuurlijke boetes op te leggen aan werkgevers nu ook de bevoegdheid om bij herhaaldelijke overtredingen over te gaan tot sluiting van het bedrijf, CQ, de onderneming voor een langere periode naar aanleiding van de verscherpte COVID-19 maatregelen te sluiten. Naar aanleiding van de verscherpte COVID-19 maatregelen wordt de inspectie opgevoerd. Bij de inspectie wordt vooral de naleving van de protocollen gecontroleerd. Ten overvloede wordt benadrukt dat het verplicht is om de COVID-19 protocollen na te leven.
Dit wordt gecontroleerd ter bescherming van de werkgevers als ook de werknemers, maar ook de burgers die gebruik maken van de diensten van de bedrijven. Naar aanleiding van de gestegen positieve COVID-19 gevallen de afgelopen weken wordt een inspectie opgevoerd en zullen die dagelijks plaatsvinden. Bij de controle van de naleving van de protocollen wordt er ook gekeken naar onder andere de hygiëne en relevante documenten van het bedrijf en werknemers. Ook worden bedrijven die in deze periode geen diensten mogen aanbieden, een boete opgelegd. En India zit momenteel in een tweede golf van coronabesmettingen. Die startte half maart en piekte volgens de statistieken zo'n 2 weken geleden. Er werden toen enkele dagen na elkaar meer dan 400.000 nieuwe infecties genoteerd. Vandaag zit dat aantal net boven de 200.000, zegt het Indiase ministerie van Volksgezondheid. Met in totaal 27 miljoen bevestigde besmettingen sinds de start van de pandemie moet het land alleen de VS laten voorgaan. Daar zitten ze op 33 miljoen positieve testen. Het aantal sterfgevallen door corona piekt doorgaans 10 tot 14 dagen na het aantal nieuwe besmettingen en zet het afgelopen etmaal nog altijd op 4.157. Volgens de officiële cijfers zijn nu iets meer dan 300.000 Indiërs overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Lieve mensen, we zijn weer aan het eind gekomen van dit journaal. Maar eigenlijk mijn takwansang vanuit mijn ati, want dat is aan nego. Na derde golf oude en onwaar kon je naar vierde golf. Maar aan derde golf die zie je schikbaar dat zo'n probleem met te kunnen. Want wan los maar net ik als aan serieus. A anderhalf meter, pot wan mondkap op. Ja, misma sa ik go in protestactie en een probleem. Maar im horen anderhalf meter, potas aan nemen voor. Dat is een probleem nou de. Pakketten actie na alle de soort sanatie. Hoor je schrift naar de maatregel. Want president no demoro in de atoso. If you look no no de, if you go atoso de je libisma e, de mannen kunnen niet ademen. En zo kunnen we niet verder doorgaan. Wat er moet gebeuren, houdt u zich aan die Mohanar maatregelen. Anders als aan ik moro takrumi man. De mensen die op de straat zijn, weten dat ze niet meer grap zijn. Er komen mensen die en de cijfers die klimmen alleen maar op. En die moeten we gaan steunen. Willen we weer terug naar het normale? Vaccineer en hoor je schrijf naar de maatregelen. Want dat zijn ze weer meer in de auto. Tetralisie.